En dames en heren, goedenavond. Op dit moment wordt op de Dam in Amsterdam met een lawaai-demonstratie de vermoorde filmer, columnist en interviewer Theo van Gogh herdacht. De provocateur die erop prat ging dat hij nooit een blad voor de mond nam. Die niet aarzelde om gevraagd of ongevraagd zijn mening te geven. En ook al was hij controversieel of niet politiek correct. Vanmorgen, even voor 9 uur, werd hem definitief de mond gesnoerd door messteken en kogels. De verdachte is aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Amsterdammer met een dubbele nationaliteit. De Nederlandse en de Marokkaanse. Over zijn motieven wil de politie nog niets kwijt. Van Gogh was juist op weg naar zijn kantoor om de laatste hand te leggen aan zijn nieuwste film. Ironisch genoeg over de moord op Pim Fortuyn. Die hij bewonderde als de kampioen van het vrije woord. Veel mensen waren getuigen van de moord op Theo van Gogh in Amsterdam-Oost. En ze zagen de dader weglopen naar het nabijgelegen Oosterpark. En daar werd de verdachte even later aangehouden. Als een wildwesttafereel. Zo omschrijven getuigen wat er vanochtend in de Linnaeusstraat is gebeurd. Van Gogh wordt voor het kantoor van Stadsdeel Oost door meerdere kogels getroffen. Hij strompelt naar de overkant en de dader komt achter hem aan. Het is druk op straat op dat moment. Ik was mijn zoontje aan het wegbrengen op de fiets naar zijn vriendje. En ik hoorde opeens 2 schoten en ik draaide me om. En opeens, ik herkende Theo van Gogh gelijk. Dus ik ging gelijk achter hem aan omdat hij wegstrompelde. Toen zag ik iemand dus met een pistool op 5 meter afstand. Ik stond achter een auto met mijn kind. En ik riep tegen die man van doe het niet. Doe het niet. En Theo die viel en hij keek mij aan en ik keek hem aan en toen schoot hij hem neer. Omwonenden zien een man met een Arabisch uiterlijk weglopen. Hij had een jalaba, een Arabische kleding aan met een zwarte broek en grote zwarte schoenen. En hij had ook een beige regenjas daarop. Van Gogh is dan waarschijnlijk al overleden door kogels en messteken. En toen zag ik hier een man op de straat liggen met 2 messen in zijn buik. Eén in zijn buik en één in zijn middenrif. En het onderste of de bovenste, dat weet ik niet meer, zat er een briefje aan. De dader wordt verderop na een vuurgevecht met de politie gearresteerd. Hij blijkt een bekende te zijn van justitie. De verdachte is een 26-jarige Amsterdammer die over een dubbele nationaliteit beschikt. Hij beschikt over de Nederlandse en de Marokkaanse nationaliteit. De verbijstering over de moord is groot in Amsterdam. Er is verdriet, maar ook woede. En er ontstaan felle discussies over de dader en zijn Marokkaanse afkomst. Een geloof dat vrouwen onderdrukt, waar alleen kerels in een moskee zitten, dat klopt niet. Klaar. Oh ja, en die sluiers van vrouwen, wat betekent dat eigenlijk, zo'n sluier van vrouwen? Dat kan je zeggen, dat is ons geloof. Maar wat zit er achter? Ja, zit ons allemaal in hokjes te duwen. Dit zijn helemaal geen hokjes, het zijn een eenheid. Als je bepaalde mensen van een bepaalde geloof, moet jij je eigen landgenoten corrigeren. Wat landgenoten? We zijn toch allemaal Nederlanders, of niet? Rond 3:30 vanmiddag is de technische recherche klaar met het onderzoek en wordt de filmmaker weggereden. De Amsterdamse Linnaeusstraat wordt het decor van rouw. Rouw voor de man voor wie dit tot vanochtend nog zo'n vertrouwde plek was. Theo van Gogh werd dus op straat in Amsterdam-Oost vermoord. Een reconstructie van de gebeurtenissen zoals die vanochtend vroeg plaatsvonden. Om 9:15 fietst Theo van Gogh op de Linnaeusstraat in de buurt van het stadsdeelkantoor als hij wordt ingehaald door een man op een fiets. In het voorbijgaan schiet de man meerdere keren op Van Gogh. Van Gogh laat zijn fiets vallen en vlucht naar de overkant. De schutter volgt hem de straat over, begint aan de overkant weer op Van Gogh te schieten en steekt daarna ook nog op hem in. Theo van Gogh overlijdt ter plekke. De dader laat een briefje achter op het lichaam van Van Gogh en vlucht het nabijgelegen Oosterpark in. Een omstander die bij de moordaanslag licht gewond is geraakt, heeft dan al de politie gewaarschuwd op het bureau in de Linnaeusstraat. De politie volgt de dader het Oosterpark in, waar de man op de agenten schiet, maar niemand wordt geraakt. Even later verlaat de dader het park aan de noordkant. Daar, op de Mauritskade, wordt hij opgewacht door nog meer agenten. De dader lost daarom een salvo, waarbij verschillende politieauto's door kogels worden geraakt. In een van die auto's wordt een agent getroffen. Hij draagt een kogelvrij vest en komt er met kneuzingen vanaf.
Verschillende agenten schieten dan terug. De dader wordt in zijn been geraakt, overmeesterd en aangehouden. Ja, vlakbij de plek waar Theo van Gogh vanochtend werd doodgeschoten staat verslaggever Gerry Eickhoff. Ja, Gerry, jij bent er al de hele dag. Nu op de Dam dus heel veel mensen. Hoe is het op dit moment bij jou? Ja, hier zijn toch ook nog wel tientallen mensen. Het is een soort voortdurend komen en gaan. De meeste mensen komen in stilte met overpeinzingen. Andere mensen doen een gebed. Een enkeling brengt een lied ten gehoor. En ook heel veel mensen leggen bloemen neer. Bloemen precies op die plek hier, een paar meter achter mij, waar Theo van Gogh dus vermoord is. En waar dezelfde hekken die overdag zijn gebruikt om de politie rustig haar werk te kunnen laten doen, nu dienen om aan te geven waar de hulde gebracht kan worden. En je moet er natuurlijk ook rekening mee houden dat wanneer vanavond die manifestatie op de Dam is afgelopen, er toch weer meer mensen, ook op deze plek, nog even zullen willen stilstaan bij die vreselijke moord. In alle reacties klinkt ook door dat de moord op Van Gogh een aanslag is op de vrijheid van meningsuiting. Is dat ook wat jij daar op straat hoort? Ja, dat is inderdaad toch wel de overwegende opinie hier. En wat je dan heel vaak hoort is dat mensen verwijzen naar Pim Fortuyn. Een verwijzing naar Fortuyn eigenlijk om twee redenen. Ten eerste is natuurlijk ook Pim Fortuyn vermoord vanwege zijn opvattingen, net als Theo van Gogh. Maar ook lijkt het nu ineens alsof die moord op Fortuyn misschien wel geen incident meer was. En alsof Nederland inderdaad een land geworden is waar intolerantie terrein wint. Waar intolerantie misschien wel heerst. En waar mensen die boven het maaiveld uitsteken rekening moeten houden met bedreigingen. En misschien wel rekening moeten houden met de uiterste consequentie. En heel veel mensen hier vragen zich om die reden af in wat voor land ze nu nog leven. Heel veel mensen zijn om die reden oprecht boos. Maar ook veel mensen zijn om die reden oprecht bang. Dankjewel, Gerry Eickhoff.